Ik vind het een heel mooi jaar. Ja, ik vind het een schitterend jaar. Ja. Ja. Tegen slordig. Cascher. Dan maar een schieten. En die schiet hem er prachtig in. 13e doelpunt van het seizoen. Heijleveld, nu dan. Ja hoor, 2-0. Dan is het toch weer de treffer van Dani de Wit. Jong Ajax dat sterk begint en vroeg op voorsprong komt. Het doelpunt van Kai Sierhuis. Nunnely kapt en draait zich een weg voor het doel. Ekkelenkamp, die maakt zijn debuut voor Jong Ajax. Johnson, en het is raak. Jong Ajax, koploper in de Jupiler League. Is dit dan het moment voor Ajax, voor Sierhuis? Het is 1-2. Cascherá niet buitenspel. Cascherá, hier is de gelijkmaker, daar is hij al. Ja, je kunt het invullen. Natuurlijk is het Sierhuis. Cascherá, 2-1, Jong Ajax. En voor het eerst in de geschiedenis is een belofte team kampioen in de Jupiler League. 2018 werd voor Jong Ajax dus een historisch jaar. En de bijbehorende schaal heeft een heel speciaal plekje gekregen. Komt door. Die krijgt straks een plekje, ja. Die krijgt straks een plekje? Ja, dat wordt aangewerkt. Ja. Ja. Druk aangewerkt. Want hij had nog geen plek? Hij had een heel mooi plekje. Alleen hij krijgt een nog mooiere plek. Een hele mooie vitrinekast. Voor de titel van Jong Ajax moeten we terug naar het begin 2018. Bogarde en Reiziger praten in de winterstop met de selectie over wat zij het jaar willen bereiken. Jong Ajax staat op dat moment derde op de ranglijst, maar de verschillen zijn klein. De drang in de groep naar een historische titel wordt steeds groter. Op een gegeven moment, ik ben al een tijd bezig natuurlijk. En de ploeg is op dat moment wordt zo hecht ook. En de resultaten zijn daarbij ook goed. En dan wil je eigenlijk nog wat erbij pakken, wat in hun ontwikkeling nog een stapje in hun beleving kan geven. En toen hebben we ook gezegd, nou, als je er zo ergens dichtbij bent, hè, als je het hoogste wat je op dat moment kan halen, dat het in je handbereik is, dan moet je er ook voor gaan. Waarom zou je niet eigenlijk meedoen om de kampioenschap als dat zeg maar er mogelijk in zit? Dus die honger om toch die prijs graag binnen te halen, natuurlijk is het een fantastisch extra voor die jongens, maar het werd wel een bepaalde doel. Jong Ajax is met Fortuna Sittard en NEC in een harde strijd terechtgekomen, waar de koppositie wordt afgewisseld. Het seizoen krijgt begin april een vreemde wending als de wedstrijd tegen titelconcurrent NEC overgespeeld moet worden. Ajax wint de eerste confrontatie met de Nijmegenaren met 2-0. NEC afgesminkt vanavond en kan de titel zo goed als zeker op de buik schrijven. Maar de wedstrijd tegen NEC moet worden overgespeeld door een administratieve fout van de KNVB rond een gele kaart van Teun Bijleveld. Die beslissing zet de spelers van Jong Ajax alleen maar op scherp. NEC, dat bracht wat extra's, ja. Dat bracht echt wat extra's. Dat hebben we, ja. De jongens het hele seizoen niet zo gedreven gezien. Ja. Echt alleen maar om NEC af te straffen. Dat was, die weken waren ongelooflijk. En die week kwam natuurlijk ook Den Bosch. Die was eigenlijk de pineut van hun drang. Ja. Ja, die zat er tussendoor. Om het onrecht tussendoor, ja. Goed te maken. Ja. 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 Dus dat zijn wel dingen die hun ook, denk ik, persoonlijk en als voetballer beter hebben gemaakt. Dus dat nemen ze, dat wat ze nu meenemen, wat ze toen hebben meegenomen, ja, dat maakt hun alleen maar sterker. Voorzet van Nunnely, net over Cascherá heen, kan nog niet worden verdedigd. Johnson, en het is raak! 1-0 Jong Ajax door Dennis Johnson. In hun hoofd zat het echt gewoon heel goed. Want waren ze zo scherp en ze wilden alleen maar doorgaan. En uiteindelijk wilden ze die geschiedenis schrijven, want dat was nog nooit gebeurd. Dus ze zaten er zo dichtbij en ze waren er echt heilig van overtuigd van dat het zou lukken. Maar dan zit Dijkstra tijd erop en wint Jong Ajax voor de tweede keer van NEC. En er komt geen derde kans. En zo kan Jong Ajax thuis tegen MVV kampioen worden. Op die dag is de spanning voelbaar, ook bij de trainerstaf. Nee, ja, tuurlijk. Spanning zat hoog. Maar goed, niet veel meer eigenlijk dan eigenlijk de laatste paar wedstrijden. Natuurlijk kon in de wedstrijden het al beslist worden. Maar goed, dat we het uiteindelijk in de laatste wedstrijd konden beslissen. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Gewoon thuis zelf.
Met veel publiek ook. Ja, weet je, ja, veel publiek. Dat is schitterend. Eindelijk verloop van die wedstrijd, 1-0 achterkomen. Ja, ja, hoe verzin je dat eigenlijk? In de 60e minuut voor me. En dat doet hij ook. Het staat 0-1 in de 63e minuut. Ja, er was wel heel veel druk op de spelers. Dat hebben we wel gemerkt. We speelden niet echt geweldig. Maar ja, dat had met echt grote spanning te maken. Maar ja, ik denk dat wij toch, of de ploeg, had toch gewoon die goal nodig, die tegengoal nodig, om even wakker te schieten. En op een gegeven moment, ja, was het daarna klaar. Cachera niet buitenspel. Cachera, hier is de gelijkmaker, daar is hij al. Ja, je kunt het invullen, natuurlijk is het Sierhuis. Dit heeft jonge Ajax nodig. Het staat gelijk. Cachera, 2-1, jonge Ajax. Jonge Ajax is kampioen. Zo pakt jonge Ajax dus als eerste belofte elftal de titel in de eerste divisie. Het elftal valt daarna wel uit elkaar. Veel spelers zijn inmiddels door clubs uit de eerste divisie en eredivisie opgepikt. Ik denk van dat elftal van vorig jaar dat iedereen zich heel goed in de picture heeft weten te spelen. De jongens die niet meer bij Ajax zijn, spelen vrijwel allemaal hebben allemaal een goede club gevonden. Spelen op een goed niveau. Dus dat brengt dat wel met zich mee. Ja, dat ik denk ook mede door wat zij dat jaar hebben laten zien natuurlijk. Want anders gaat het zulke clubs je niet nemen. Dat is het mooiste eigenlijk voor een trainer wat er is. Hè? Dat al die jongens waar je mee gewerkt hebt, dat ze goed terechtkomen. Daar doe je eigenlijk het voor. En natuurlijk willen wij alle spelers in het eerste, maar dat gaat nooit gebeuren. En daarom is het mooi van dat je niet alleen voor die jongens wat kan betekenen, maar ook voor die jongens die... waar je eigenlijk elke dag mee werkt. En dat geeft heel veel voldoening. En zo begint jong Ajax dus met een bijna nieuwe groep aan een nieuw seizoen. Ja, dat weet je. Jong Ajax gaat weer een heleboel weg en er komt weer heel veel talent. We hebben dit jaar wat andere stappen gemaakt. De jongens vroeger mogen schroven. Dat betekent wat. Ze moeten nog wennen aan het seniorenvoetbal. Dat is een heel groot verschil. En dat heeft wel in de resultaten heeft dat wel punten gekost. Dat is niet erg. En je ziet wel dat ze nu die omschakeling maken naar het seniorenvoetbal. Dat ze wedstrijden worden niet meer makkelijk verloren. Ja, ik denk dat wij dit seizoen niet echt een tegenstander gehad hebben waarvan ik zeg van nou die heeft ons echt helemaal weggespeeld. Alleen we vergaten vaak de wedstrijd af te maken. Dat pikken ze wel op. Het heeft wat langer de tijd geduurd dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we ook al meer jongens die het seniorenvoetbal gewend waren. Maar dat pikken ze nu wel op en dat zien we op de trainingen, zoals de afgelopen wedstrijd uit bij Almere, die wordt niet verloren. En die wordt ook niet gelijk gespeeld, die wordt gewonnen op het einde. En dat zijn dingen waarvan zij weten, oh ja, dus als we deze arbeid erin doen, halen we die wedstrijden eruit. En dus dat is wel een besef wat nu bij hen komt. Door de nieuwe regelgeving wat betreft leeftijd in de eerste divisie en ook het feit dat Ajax nog in 3 competities actief is, krijgt jong Ajax minder beschikking over spelers uit het eerste. De groep kan nog hechter worden. En dat is altijd best wel moeilijk in een jong team, omdat het overal uitwaaiert. We hebben de Youth League, daar waaien er dan uit. Eén waaien er spelers uit. Dus het gaat alle richtingen op. Daarom is het soms moeilijk om een hechtteam te maken, maar wat je wel, en dat merk ik nu ook echt dat gebeurt, is dat ze wel dingen van elkaar eisen. En dat is het mooiste, als spelers onderling van elkaar eisen dat het beter moet.